Ja, kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Farm Simulator 17. Vandaag weet ik nog niet precies wat we gaan doen, maar ik zag wel dat hier vooral de gisteren in de aanbieding was. Oh, kijk nog weer. Maar dat is eigenlijk niet veel hoger, want dit is veel hoger. Nou, gezien we genoeg hebben, ik denk dat we wat gaan verkopen. 645, ik denk dat wel aardig wat is, gegeven. Een paar ton hebben, gaan we dat straks verkopen. En dit veld gaan we even inzaaien. Ik weet nog niet met wat. En bemesten. En dan is dat verder klaar. Ik speelde een keer op een multiplayer map. Op de server. En ja, ik vind het veel beter en veel leuker om... singleplayer is ook wel leuk, maar met multiplayer heb ik meer vooruitgang, want ik speel ze aan en toe af en toe met vrienden en dat vind ik leuker dan in mijn eentje en dan singleplayer verder spelen. Want eigenlijk is dit gewoon dezelfde keer save game, maar dan online met multiplayer. Dus dan gaan we eerst maar wat verkopen voordat de prijs zakt. Dan gaan we even onze keepertje pakken in dit trucketje. Onze valtra. Zo, met de dikke Valtra. Sterkste van de vloot. Zoals je ziet heb ik ook headtracking gekocht. Dat heb ik al in andere video's ook al gezegd, maar ik vind het zo leuk en lekker en realistisch. Ik ben er blij mee. Eerst deed ik dit altijd met de muis of toetsenbord. Ik zit er gewoon weer naast. Maar als je mij wil komen helpen in een video of wat dan ook, of een stream, laat het weten in de reacties en dan mag je mij wat helpen als je de mod gedownload hebt. Want ik deze mod zou ik sowieso af en toe doe ik een nieuwe in. Maar dan krijg je mij de link dat je ze allemaal kunt downloaden. Steeds met de muis sturen. Kijk eens, echt. Vullen maar. Ja. Oh, hij is eigenlijk een meter voor het muur staan met de trein. Dan gaan we treinen, gaan we met de trein rijden. Dan gaan we bijna de hoek vanaf. Oh, klein rijtje. Ik wil vol. Ja. Hij zit al vol. Nou, dan gaan we dit even naar het treinstation brengen. En ik hoop dat jullie mijn video's leuk vinden en mijn streams. Laat het vooral in de reacties weten wat je ervan vindt, of tips of trucs of wat dan ook. Dat waardeer ik enorm. En als je het leuk vindt al mijn video's, vooral niet te liken en te abonneren. Dat geeft me echt weer motivatie om weer verder te gaan. Met streamen heb ik geen goede internetverbinding ervoor om echt full HD te streamen. Maar net een stapje lager gaat nog wel. En dan, maar dan is het ook nog goed te zien. Maar ik denk dat ik het toch meestal bij video's hou. Oh, voor die auto langs. Ja. En keep hem maar. Even het dak in de gaten houden. Dan stilte met trekken hoor, moet je niet hebben. Ja. Nou, dan nog een lading kiezen kopen. Het geld kunnen we wel zwaar gebruiken trouwens. Ik zit op 38.000 bijna. Ik
even het klepje dicht doen. Irriteert me mateloos. Klepje hier, dat klepje van de... Ik kan de diesel in opslaan. Als je een diesel tekort komt, dan kun je... Ik vind het stokje vooral lekker handig. Om je meer, precies het midden van de trekker te vinden. Die kant op. Een beetje naar voren. Een beetje naar voren. Nog een ladingje rest erin. Nou, wat help me meedenken wat ik zou hierin willen doen. Kijken wat we een beetje veel hebben. 6,45, het prijs blijft hetzelfde. Soybeans hebben we niet zoveel, zonnebloemen ook niet. Mais hebben we best veel. Soybeans of wat is dat, koolzaad? Ik denk. Ik denk dat koolzaad hoor. Moet er gaan zijn. Daar hebben we niet zo heel veel van. Met de lammetje. Nou, dit is de laatste lammetje en dan gaan we het allemaal overladen in de trein. En dan gaan we het wegbrengen naar Maple Field Mill. Daar is nou het meeste waard en ik kan het geld goed gebruiken. Ja, pas precies dit. Dat is wel. Nou, dan zet ik deze even uit. Zo. Dan gaan we naar de treinen lopen. Ja. Is dat een... Ik kan niet zeggen, er hoort nog een trein te staan. Die staat hier zo. Nou, de trein nog starten. Dan gaan we langzaam de graan de trein eronder rijden. Het ding heeft een hele langzaam rijden. De graan komt er helemaal te open. Lading geeft 80.000. Ik denk dat we maar vol krijgen. Onze wagon. Bijna wel.
90.000 capaciteit, denk ik. Deelarm. Kijk, 89% volle rating, ja. Kom op. Ja, daar gaan we. Tjoepa, 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 tjoepa. We centen verdienen. We gaan al langzaam afremmen. Dit is al Maple Field Mill als goed is. Pop, 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 pop. Maple Field Mill, yeah, hoor. Nou, dat zijn we even zien. Kijken hoeveel verdienen we. 80.000. Dat gaat een stukje sneller leeglopen dan Ja, we pezen op 89.000. Ching ching. Full speed, womp womp. Met uitverkoop, mooi watertje. En dan gaan we alweer sneller minderen. Staan nog steeds stil. Ik heb de motor, staat de motor staat eruit, ik kan niet eens drukken. Ja, het zo. Maar we kunnen niet oversteken. Heel fijn het. Loop me van. Pom pom pom. Ik kan niet motor door. Oplopen. Ah. Dan gaan we deze terugbrengen. Pardon. Weet je door, Hartje? Een bukje van de weg, hè? Kom op, leuke chip.
Gaan we deze terugzetten. Daar staat hij weer. Dan gaan we deze terugzetten, dan pakken we een andere. Zet hem maar. Ja, die andere heeft meer vermogen naar beneden. Bom, 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 bom. Kijken welke gaan we pakken, als er kool zat, dan moeten we gewoon die pakken. Ja, dus laatst zo heb ik hem gezet. Dan gaan we wel voor GPS aan zetten. Oké, okay, wat is dat voor GPS? Dat gaan we even aanpassen. Klappen we weer vooruit. Hoe gaan we dat goed krijgen? Nou, kan die weg? Nou. Staat op het goede, ja. Ja, dat gaat prima. Nou, wacht, moet ik hier even. Ik wou zeggen, waarom doe ik mijn headtracking niet meer? Moet ik even tillen. Dan pakken we de volgende, is makkelijker. Screenshotje. Moet ook even tussendoor kunnen gebeuren.
Dat is een beetje een slingerweggetje. Komt echt door die terrein respons, zit hij echt niet. Ja, gewoon blijven rijden. Komt er niet bij sturen. Maar niet uit, maar het trein licht is. Weer optillen. De volgende. En jongens, vergeet niet te abonneren en te liken als jullie mijn video's leuk vinden. Dat geeft weer een motivatie voor mij om nog veel meer video's te maken, want ik vind het wel lachen. Zeker als ze goed bekeken worden. Ik hoef er geen geld aan te verdienen ofzo, ik vind het wel leuk om te doen. Dus daarom heb je bij mij ook geen, als goed is geen advertenties en dat soort shit. Ik heb zelf een groot zeker aan. Dit gaat nog best rap dit. Het is ook niet zo groot veld natuurlijk. Even scherp bochtje maken. Het is dicht, maar... Makkelijk. Er zit nog genoeg in. Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm.
heb het gevoel dat het een beetje donker wordt op video. Maar ik heb geen zin om de lamp aan te zetten. Dan moet ik de cap afzetten en zo op de telefoon moet staan. Terwijl deze aflevering toch al bijna afgelopen is. Nou, dan moet ik een beetje de strookjes vergeten. Nou, dan nog gewoon een losse sketchje overheen. GPS kan uit. Nou, laatste strookje maar. Dan ga ik deze maar weer terugzetten. En dan gaan we de aflevering weer afsluiten. Ik kom niet terug van de gebruiker. Nou, bedankt voor het kijken maar weer, kijkers. En ja, ik zie je graag weer bij een nieuwe aflevering van Farming Simulator. En vergeet niet te abonneren en te liken. Zeg ik, dag!